Een portfolio is een hulpmiddel dat de kennis en vaardigheden van de persoon laat zien. Aanvankelijk werd het gebruikt door verschillende professionals, zoals ontwerpers of fotografen. Sindsdien is het ontwikkeld voor het gebruik in het onderwijsveld als een werkmap waar studenten, leraren, scholen, waar iedereen het werk kan laten zien. Wanneer de portfolio online is, wordt het een e-portfolio genoemd. Een e-portfolio toont het werk van de maker in digitale vorm met verschillende soorten multimedia-elementen. Video, afbeeldingen, animatie, tekst en die informatie wordt opgeslagen op een website. In de educatieve context wordt het e-portfolio gebruikt om een reeks objecten vast te leggen die fundamenteel zijn voor het leren en het leerproces. Eén daarvan is om de studenten te begeleiden zodat zijn activiteiten zo effectief mogelijk zijn. En het is belangrijk dat de student zelf zijn voortgang ziet en met een portfolio, met e-portfolio, kan de student zijn ontwikkeling en voortgang zelf zien. Met het e-portfolio kan de student die informatie ook gebruiken om betere resultaten te behalen. Het is heel belangrijk dat de student het proces dat wordt uitgevoerd om het eindresultaat te krijgen, scherp stelt en onderneemt. E-portfolio is als een schoolwerkinstrument te gebruiken en gericht op de individuele ontwikkeling van studenten. Het wordt dan gebruikt om na te denken over het eerdere leren, om verder leren te ontwikkelen. En deze tool is erg handig om te benadrukken wat de student weet over zichzelf en zijn werk tijdens de cursus. En biedt de mogelijkheid om een zelfevaluatie uit te voeren en de prestaties te verbeteren. En de student leert ook hoe hij de informatie kan beheren, lokaliseren, relevant selecteren, structureren en analyseren. Het e-portfolio moet worden beschouwd als een plaats waar de activiteit van de student wordt vastgelegd. Het zou daarom een plaats zijn waar de informatie continu wordt geproduceerd, bijgewerkt en beoordeeld. Dus een weerspiegeling van de kennis van de studenten en gebruik een nieuwe manier van lesgeven en leren. Een e-portfolio kun je niet even zonder, je mag hem niet vergeten. De tool heeft verschillende toepassingen in de klas. Meest voor de hand is de functie om het documenteren van het werk dat de student in de klas en daarbuiten doet. Het kan ook worden gebruikt als een manier om de assimilatie van de inhoud door de student kritisch te analyseren. Het stelt de student in staat het leerproces te waarderen en feedback te krijgen van zijn leerproces. Het maakt het gemakkelijker om een zelfevaluatie uit te voeren en na te denken over het leerproces. En al die informatie is niet alleen nuttig voor de leraar, ook voor de student zelf, waardoor hij eigenaar van zijn leerproces wordt. Er zijn verschillende soorten e-portfolio, afhankelijk van het gebruikte type klassificatie. In het onderwijs wordt het gebruikt om het behalen van doelen te evalueren en na te denken over het leren. Het kan helpen te bevestigen dat de doelen zijn bereikt. Om een e-portfolio uit te werken is het noodzakelijk een aantal stappen te volgen die het mogelijk maken om het goed te structureren. Te beginnen het maken van een innersopgave of een index. De tweede ga je een inleiding creëren waarin de bedoelingen die worden nagestreefd met e-portfolio aan het uitgangspunt worden geconcretiseerd. En vervolgens wordt het centrale deel van de e-portfolio weergegeven met de documentatie die de student heeft geselecteerd om weer te geven. En tenslotte een afsluitende sectie die de synthese is van het leren van de student in relatie tot de inhoud. Je moet het volgende overweging nemen bij de voorbereiding van de portfolio. De auteur van het e-portfolio en de doelgroep. De inhoud die moet worden ontwikkeld. Doelstellingen die moeten worden bereikt en de competenties die moeten worden ontwikkeld. De structuur en de organisatie die moet worden gevolgd. De evaluatiecriteria waarmee rekening moet worden gehouden. Een e-portfolio is ontwikkeld in verschillende fasen. Als eerste verzamelt het bewijs. Bewijsmateriaal moet worden gekozen afhankelijk van de te bereiken doelstellingen en competenties. Het kan verschillende soorten informatie zijn. Taken die in de klas zijn uitgevoerd, informatie die in verschillende media is opgenomen. In de tweede fase selecteren we het beste van het werk van de studenten om ze aan de leraar en de rest van de klasgenoten te presenteren. De derde fase omvat de reflectie van het werk dat is gepresenteerd om een evaluatie en zelfevaluatie van het leer- en leerproces te bereiken. Ten slotte gaan we verder met het verzamelen van alle informatie die in de e-portfolio wordt opgenomen en wordt er op een creatieve manier wordt dit gesorteerd en wordt het gepubliceerd op de ruimte die ervoor is gemaakt.